Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, de laatste video van 2021. En het is de video ja, die we even al ieder jaar maken. Ik maak altijd een video over mijn goede voornemens. En op het einde van het jaar ga ik even terugkijken. En dan weten we of ze een beetje uit zijn gekomen of niet. Dit gaat een hele bijzondere worden, want ik ben natuurlijk zwanger, inmiddels 29 weken. Op het moment van deze video 30 weken zwanger. Ik kan me herinneren dat ik er nog een kleine hint in gaf toen ik die video maakte. Maar de video duurt 15 minuten, dus laten we meteen beginnen aan de video. Ik was deze video aan het opnemen en ik was al een aardig eindje op weg. En toen kreeg ik ineens een sub. En toen dacht ik, oh kut, ik heb niet op start recording, maar op start streaming. Oh, ik moet meteen checken of het nu wel goed is, maar ik heb het nu goed gedaan. Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is, maar het voelt gewoon een beetje zo alsof 2020 nog doorkabbelt in 2021. Ik heb niet echt het gevoel. Corona. Dat komt misschien ook omdat we nu nog in een lockdown zitten tot en met 19 januari. We zitten echt in hetzelfde schuitje nu, hè? Ik heb gewoon niet zo het gevoel van, laten we nieuwe voornemens. Want geen idee. We zitten in lockdown tot minstens 19 januari, misschien nog wat langer. Volgens mij heeft de lockdown tot daarmee april geduurd. Heb ik geen zin om voornemens te maken. Maar dat doe ik ieder jaar. Dus ik ga het nu ook gewoon doen. We gaan het wel zien. Laat ik gewoon hier beginnen. Meer water drinken. Ik drink was dat water. Een doel? En, nou, ik drink sowieso meer water nu. Het is want het moet wel voor de baby. Om water te drinken. Dus water drinken. Water drinken houdt misschien ook tegen dat ik ga snacken. Ik snack nogal veel. Dat weten jullie als je mijn streams kijken. En nou, dat doe ik nog steeds. Soms is een glas water beter dan een snack. Maar water, dus ik drink zeker meer water dan 2020. Een goed doel van mij. Of dus dat is voornemen. Wel gehaald. Ook had ik op Instagram gevraagd naar jullie goede voornemens. Of ik daar een beetje inspiratie uit haalde. En er waren echt zoveel mensen die reageerden dat ze kilo's af wilden vallen. Sommige mensen zelfs 30 kilo. En dan denk ik, 30, daar kan ik bij helpen. Dat kan ik gewoon. En dat is dus ook een ander goed voornemen. Dat we lekker workout met Colhout gaan voortzetten. En schijnbaar is mijn allereerste video van workout met Colhout niet binnengedrongen bij mensen. Want als jij 30 kilo moet afvallen en je weet niet hoe, dan heb je die video niet gezien. En daarom ga ik gewoon wat een video's marketing maken over wie moet afvallen. Strategie hier. Het is, maar het is echt wel geen echt hoge zo. Wiskunde. Als je wil afvallen, minder calorieën binnenkrijgen. Maar deze video gaat hier niet over. Maar ik wou die video alleen hiermee is steeds, aankondigen maar we hebben dus dat workout met Colhout zijn. Workout met Colhout heb ik denk ik 2 video's van opgenomen in januari. En verder stond mijn hoofd daar niet naar. Mijn hoofd stond op, we gaan een baby maken. Dat is wel slecht. Maar goed, ja. Hier nog niet, overigens. Hier wilde ik wel, maar het was nog niet zo concreet. Gezonder eten en dan heb ik daar als tapje onder staan minder alcohol drinken. Ik denk dat 2020... Dat is gelukt! Dat ik echt het meeste alcohol heb gedronken. Uit verveling kan ik je wel vertellen. En verveling drinken is niet iets wat ik wil doorzetten. Dat is echt slecht. Kijk, ik drink dus normaal water of aanmaak. 0% suiker aanmaak of cola zero. Dat zijn eigenlijk een beetje de drankjes die ik wat drink. Wat ga ik nou vertellen? Of thee. Ik zit echt met een zoetje. Vol verbijstering te wat luisteren. Wat ik dus op heb geschreven is dat ik in plaats van alcohol, hè, als ik zin heb om alcohol te drinken of uit verveling, dan mag ik dus dit klinkt echt een ander suikervol drankje drinken. Dus dit klinkt echt alsof ik aan verslaafd ben. Of zo. Want dat zou ik dus nooit drinken, omdat er superveel suikers en superveel calorieën in zitten. Hoef ik zoveel? Trust ik me sta on this, echt geen calorieën drinken, dat is het geheim.
om af te vallen. Helemaal als je dat heel veel doet. Stop met calorieën drinken en je gaat echt verschil zien. Maar goed, ik drink dus geen calorieën, behalve alcohol. En nu dacht ik, weet je wat? Nou, misschien ik moet heb ik dat alcohol is jaar niet veel alcohol gedronken. Appelsap, ben denk fristie, ik in mei wat heb ik nog gestopt met alcohol cola. Drinken. Dus niet cola zero, maar ja, laat ik niet. Nou doe ik echt net of ik een super alcoholist ben. Ja, inderdaad. Ik drink echt niet ieder weekend of zo. Maar als ik drink, dan drink ik wel lekker een wijnfles of anderhalf of twee. En dat is gewoon te veel. En alcohol is echt mega slecht voor je lichaam en voor je lever. Als je plaatjes opzoekt van al levers. Ik ben het gewoon vergeten. Leveren. Dan heb ik hier, oh ja, mijn webshop / Etsy shop lanceren. Daar ben ik al heel erg mee bezig geweest, maar ik heb nog niet de stap durven te zeggen. Ja, wel van mijn webshop natuurlijk, die loopt al. Alleen zijn nog niet zoveel producten als ik zou willen. Nou, daar heb ik wel echt heel en veel aan toegevoegd. Ik heb ook nog andere ideeën dat ik naast streamen een soort hobby heb. Want ik heb uiteraard van mijn hobby dat heb is ik mijn niet, werk gemaakt, niks geworden. Streamen. Misschien wel het belangrijkste goal waar ik het meeste zin in heb. Dat is stream naar een volgend niveau tillen. Ik merk in de... Nou, we hebben sowieso de setup veranderd, in, mijn PC geüpgrade. Twitch NL. Ja, daar moeten we gewoon heel blij mee heel zijn. Heel leuk doel. Of het heel dus realistisch dat staat is ook op geweest. Mijn to-do-list. En ik hoop ik heb dat in de eerste weken dat, van 2021, toen ik die dat goals mijn stream nog gewoon, wist, misschien heb ik dat meer wel gedaan. Krijg, wat meer volgers, dat de community uitbouwt en dat we gewoon een grotere groep mensen toen dacht mensen ik nog aan die doelen, maar nu 2021. Was ik het vergeten. Maar ik deed wel upgrades. Tastbaar heb ik daaraan ook gezet dat we uiteraard, daar zijn we al mee bezig met het sparen voor een nieuwe stream PC. Die hebben we. Oké, dit is weer een persoonlijk goed voornemen. En dat is een hond adopteren. En dit, dit heb ik echt letterlijk alleen maar op dit lijstje gezet. Omdat Nikki graag een hond wil. Als ik mag kiezen. Ik wil heel graag een hond adopteren. Ik wilde helemaal geen hond adopteren. Dit was dus... ik zou wel een hond willen. Maar ik wilde echt letterlijk geen moeite voor doen. Om hem te adopteren. Ik wil, als we de hond hebben, wil ik er wel moeite voor doen. Om hem te verzorgen. En een goede band op te bouwen met je hond. Maar dit is meer van, we willen een gezinsuitbreiding. En dat ging dus voor mij, in mijn hoofd, was dat doel deze gezinsuitbreiding. En Nikki ook wel hoor. Als ik dadelijk hier niks over gezegd heb in deze video. En dat het dan dadelijk eens een nieuwe hond heb en dat ik dat zei, dat heb ik helemaal niet voorspeld. Tuin verbouwen en badkamer verbouwen staan. Dus dat is eigenlijk zijn de twee dingen die licht, nog echt moeten gebeuren in ons huis. We hebben natuurlijk in 2020 in de zomer een huis gekocht. Helemaal verbouwd naar onze smaak. De badkamer hebben we badkamer niks aan gedaan. Prima is, in maar 2021. Oud. Alleen ja, je wil dan toch wel ook de badkamer staat doen. En nu de tuin hebben we niks aan gedaan. Omdat, op YouTube wil ik minimale echt effort, maar wel graag groeien. Dat heb ik ook opgeschreven. Ik wil heel graag groeien. We hebben wel weer content gemaakt en we zijn ook heel erg gegroeid op YouTube. Dus ik ben heel tevreden. En dat is ook gewoon een goed voornemen wat we gehaald hebben. Ga ik niet zeggen ik wil zoveel volgers hebben aan het eind van 2021. Ik ga wel zo benoemen wat... Of ik ga het misschien even in beeld zetten. Hoeveel volgers ik op al mijn social media kanalen heb. En dan kan ik daarna kijken als ik daar zin in heb aan het eind van... Bij Instagram heb ik minder volgers nu. Want ik post minder dan toen. En ik... Ik ben echt veel minder actief op Instagram dan dat ik ben geweest. Op Twitch, dit zijn followbots ook hierbij. Maar daar zijn we wel gegroeid. Op YouTube zijn we heel erg gegroeid. En op TikTok zijn we echt het allermeeste gegroeid. We hebben inmiddels 11.000 volgers op TikTok. Dus ik ben, dat zei ik ook al, het boeit me niet zoveel, die volgers. Maar ik vind het wel leuk dat TikTok zo gegroeid is. Welkom alle TikTok-kijkers. En ook welkom alle nieuwe YouTubers. Subscribers, want die zijn zeker gegroeid. Of ik kijk er niet maar naar, maar dan heb ik het in ieder geval wel staan. Want ik ben al blij met wat ik nu doe. Alleen ik wil het gewoon voortzetten. En misschien verzin ik nog wel een leuk plan. Weet je wel, waar ik mijn focus... Of want zo. Ik heb nu niet echt een focus met Instagram of TikTok, maar dat komt misschien wel in 2021. Dus een focus dat is sowieso zoeken. Wel wat ik hoop te krijgen in 2021. Ja, dat is een focus op iets. Een zwangerschap? Zou dat dan mijn focus zijn? Dat is kijk, een beetje gekke gamen, focus. Twitch gamen, dat is gewoon variety gamer. Dat is wat ik ben. Maar ik heb dus een tijdje focus op fitness gehad. Dat was een hele lekkere focus. Ja.
Wil ik terug naar de fitness? Dat weet ik. Dat ben ik dus nu een beetje aan het uitzoeken. Maar misschien komt er wel een nieuwe focus op mijn pad. Mm-hmm. En dat kan een hele grote nieuwe focus. Deze kleine gaming blijft, hè? Dus die focus is er altijd. Maar gaming een soort side focus. Wie is deze vrouw? En ik heb, echt het idee dat ik dit jaar zo veranderd ben. Ik vaker wil samenwerken met een professionele fotograaf. Dat ik echt goede content online kan zetten. Dat hoeft van mij niet alle content die ik online zet. Dat is wel gelukt op zich. Te zijn voor mij. Maar een paar veel fotoshoots gehad dit jaar. Dus dat was mijn hele blaadje met alle doelen en... Nou, even voordat ik de video afsluit... Komt er natuurlijk wel een nieuw video met goede voornemens van 2022. Ik ben echt een beetje verbaasd over waar ik naar heb zitten kijken. Het is gewoon alsof ik naar een heel ander mens ben. Ik ben zo veel veranderd. Oh, dat had ik helemaal niet door in 2022. Voor mij voelt het echt alsof vanaf het moment dat ik zwanger ben, ben ik een ander persoon geworden. Wat... Daar was ik ook nog aan de pil, dus daar was ik een andere persoon. Nee, dat is een grapje. Maar het is wel echt heel... Ik sta echt te kijken hiervan. Wat een gekke video om terug te kijken. Ik moet zeggen, ik heb wel wat doelen gehaald van mijn goede voornemens. Dus ik ben zeker tevreden. Ik ben een heel ander mens geworden. Maar niet dat ik me schaam daarvoor, maar ik ben daar nog zo... Ik ben daar gewoon ook 28, hè. Het is niet dat ik daar 21 ben of zo. Maar ik zit echt gekke dingen te zeggen. En ik merk gewoon dat ik daar heel erg zoekende was naar een identiteit of zo. En ik heb echt het gevoel nu dat die identiteit die ik zocht mama is, zal ik maar zeggen, dat ik een mama word. Dat is wat ik miste op dat moment. En ik heb nu gewoon veel meer een beeld voor ogen hoe mijn leven gaat zijn. Wat bizar, hè, dat zo kan lopen. Nou ja, in ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En voordat ik het vergeet te zeggen, ik wens jullie een heel fijn uiteinde en een hele, hele fijne jaarwisseling. En ik zie jullie in het nieuwe jaar 2022. En dat gaat een heel mooi jaar worden, want dan wordt onze kleine baby geboren. Dus ik zie jullie graag bij een volgende video. Tot in het nieuwe jaar. Doei!